Meldkamer Ambulance Dienst met Anoushka. Meldkamer Ambulance Dienst met Anoushka. Ja, ik sta hier op het station. Er ligt een meisje op straat die heel erg pijn in de buik heeft. Ja? En ik weet niet wat het is en ik weet niet wat ik ermee aan moet. Oké. Okay. Ze heeft heel erg pijn. Oké. Okay. En ze kan niet staan. En ze heeft heel erg pijn in de buik. Oké. Okay. Heb je de ambulance aan de lijn? Ik hoor er inderdaad op achtergrond. Oké, okay. Hoe oud is het meisje? Hoe oud is ze? 18. 18, oké. Okay. En kan zij zelf terugreageren op jou of helemaal niet? Ja, ze kan wel reageren, maar ze ligt op straat. Okay. Kan ze normaal ademhalen op dit moment? Ja, ze kan normaal ademhalen, maar... Eerst weer vaststellen van de belangrijke vital signs, zeg maar. Is ze aanspreekbaar? Ziet u ergens bloed vandaan komen? Eerst weten precies wat is hier aan de hand. Kunt u vragen of ze zwanger kan zijn? Ben je misschien zwanger? Het is geen callcenter, zeker niet. Het is niet alleen maar telefoontjes aannemen, je moet ook mensen instrueren. Mensen rustig krijgen. Je moet eigenlijk van alles doen. Je bent altijd aan het denken van... Je krijgt een plaatje wat je wordt verteld. En dan moet je met dat... Wat het verteld wordt, moet je het plaatje inkleuren. Het is niet zomaar de telefoon opnemen. Mensen zijn soms heel erg in paniek. En als je in paniek iemand te woord moet staan... moet je ze ook rustig kunnen krijgen om de informatie te vergaren. Ja, kan ik het mobiele nummer van jou geven? Maar ja, hoe haalt iemand adem? Als iemand aan het hyperventileren is, is dat heel snel. Iemand die heel benauwd is, die gebruikt zijn hulpademhalingsspieren. Je moet echt wel even proberen uit te vragen van wat zie je nou eigenlijk aan die melder? De eerste paar seconden heb je altijd zoiets van wat hoor ik nou? Wat is er nou? Soms hoor je helemaal niet, soms hoor je auto's razen, soms hoor je mensen gillen, soms zijn mensen heel erg rustig. Ja, die eerste paar seconden vertellen mij heel veel. Die vertellen inderdaad over, die vertellen heel veel over de situatie. Wat hoor ik op de achtergrond? Hoor ik bijvoorbeeld, als iemand belt voor zijn moeder, hoor ik iemand op de achtergrond dan ook zo benauwd? Of hoor ik helemaal niks? Vind ik het heel eng stil op de achtergrond? De ambulance komt eraan, die gaat okay. U helpen. Ligt ze daar veilig? Kan ze niet aangereden worden? We werken eigenlijk met een hele brede keten. We werken natuurlijk met huisartsen, met ziekenhuizen, dus dat zijn professionele melders. Maar we werken ook bijvoorbeeld met verloskundigen, met psychiatrie, met de psychiatrische crisisdienst. En met natuurlijk alle lekenmelders op straat. Ik zeg altijd koester de momenten dat het rustig is, want het kan altijd binnen 2 seconden omslaan en dan hebben we het ineens heel druk. Soms hebben we zoiets van nou mag er wel weer gebeld gaan worden. En als je dat vraagt, dan meestal dan hebben we na een paar minuten al van nou we hebben geen ambulances meer, waar moeten we ze vandaan halen? Ja, als er een ramp gebeurt, dan gaan we alles uit de kast halen, dan gaan we opschalen. Dan gaat er meer hulp komen. We hebben een speciale etage daarvoor, dat zit hieronder. Het regionaal commandocentrum gaat dan open. Daarnaast werk je samen met je collega's van de politie, met collega's van de brandweer. Zeker bij bijvoorbeeld ongevallen, waar meerdere disciplines bij betrokken zijn. Ja, we werken gewoon heel breed. Heel mooi vak, ja. Ja, het is heel dynamisch. Wat ik al zei, het ene moment kan het rustig zijn, het andere moment dan hebben we nergens meer ambulances. En ook dat je mensen soms kan geruststellen, dat vind ik echt heel, heel fijn, ja. Je kan echt wel wat betekenen voor mensen. Heerlijk vak. Ja, wat Anoushka zegt, heel dynamisch. Iedere melding is anders. Iedere dag is anders. Je kan rustig beginnen. Je kan eindigen met de traumahelies en de brandweer en alles op pad. Maar ik vind nog steeds iedere dag dat ik de telefoon opneem, denk ik van nou, leuk. Wat zal het zijn? Wat kan ik doen voor iemand? Dat vind ik leuk.